Lise, je bent hartstikke goed bezig. Dit is prachtig schoon. Dan ga je hier verder uiteindelijk en dan eindig je daar. Maar ja, kind kan de was doen, hè? Of een vrouw, want wist je dat een vrouw gemiddeld in haar leven zo'n 13.000 uur besteedt aan schoonmaken? En wist je dat wij mannen daar maar 6.500 uur mee bezig zijn? Dat is dus de helft. En wist je dat de term duurzaamheid pas in 1987 werd geïntroduceerd? Ja, zo leer je nogal wat. Dag Arnoud. Ik heb al laten vertellen dat jij alles weet over biologische schoonmaakmiddelen. Wat zijn dat? Biologische schoonmaakmiddelen zijn schoonmaakmiddelen die goed voor mens, dier en milieu zijn. Dus deze dingen hebben we zeker niet meer nodig. Ze zijn gemaakt van natuurlijke ingrediënten. Er zijn geen chemische conserveringsmiddelen toegevoegd. En de ingrediënten zijn niet genetisch gemanipuleerd. Oké. Dan gebruik ik zelf eigenlijk altijd ecologische schoonmaakmiddelen. Is dat eigenlijk hetzelfde? Nee, ecologische schoonmaakmiddelen zijn veel beter dan de traditionele schoonmaakmiddelen. Maar ik wil eigenlijk zeggen dat er maar één natuurlijke ingrediënt is. En de andere 99 zouden theoretisch allemaal chemisch kunnen zijn. Is dat echt zo? Ja. Oké. Dus als ik het goed begrijp zijn biologische schoonmaakmiddelen helemaal afbreekbaar. En chemische, reguliere schoonmaakmiddelen zijn dat niet. Maar wat is daaraan precies zo slecht aan? Nou, je weet, wij gebruiken miljoenen liter schoonmaakmiddelen per dag. Maar nog erger is, we verspillen miljoenen liters per dag. Dus of omdat we te veel gebruiken, of omdat we het ernaast gooien. En dat gooien we allemaal weer in het afvalputje. En het komt in de natuur terecht, zodat flora en fauna afsterven. Zo ernstig is het dus? Zeer ernstig. Als dan die biologische schoonmaakmiddelen zoveel beter zijn voor het milieu, hoe komt het dan dat zo weinig mensen het eigenlijk nog gebruiken? Omdat biologische schoonmaakmiddelen nieuw zijn, dus relatief weinig verkrijgbaar in de markt. En men denkt dat ze veel duurder zijn. Ik denk ook dat de meeste mensen denken dat het niet werkt. Dat kan ik je laten zien aan de hand van het testje. Ja? Gaan we eens mee naar ons lab, dat zal ik je laten zien. Oh, je hebt ook nog een lab hier? Ik heb ook nog een lab hier. Sowieso echt een gigantisch huis, hè? Ja. Ongelooflijk, hè? Kijk, in die rechts heb je dan de tuin met uitzicht op zee. Sure, ja. Wat gaan we precies doen? Nou, ik ga een testje doen met jou met een biologisch afwasmiddel. En dat doe ik aan de hand van boter. Smeer dat in op het bord. Ja. Nou, lekker vet. Dan doe ik een heel klein beetje van een biologisch afwasmiddel doe ik erin. Waarom een heel klein beetje? Omdat het sterk geconcentreerd is. En je zag dus dat die redelijk dun was, omdat er geen verdikkingsmiddelen in zitten. Wat vaak bij traditionele schoonmaakmiddelen of afwasmiddelen wel erin zitten. En dat is niet goed? Nou, is niet goed wil ik niet zeggen, maar dit werkt sneller. Het wordt sneller in het water opgenomen, dus het is eerder effectief en een schoner resultaat. Nou, dat zullen we aan de hand zien van dit vette bordje. Nou, terwijl het bord eventjes weekt, dan gaan we met het tweede proefje verder. Ik heb hier een buitentegel met atmosferische aanslag. Wow. Nou, heel erg atmosferische aanslag. Nou, dat is heel herkenbaar van je oprit of van je tuinstijl of je terras buiten waar groene aanslag op zit. Ja, nou. Heel irritant. Ja, vaak in het voorjaar, in het najaar. Wat we daarin doen, spuiten een Bionix biologisch schoonmaakmiddel op. Daar spray ik de tegel mee in. En wat je in de buitensituatie nu ziet, is dat je het middel alleen hoeft aan te brengen. Maar je hoeft verder helemaal niks te doen. De enzymen. De weer, het wind, doet het werk. Dus je hoeft niet te schrobben. Maar omdat dit een binnensituatie is, dat kan bijvoorbeeld in plantenkassen gebeuren. Daar heb je ook atmosferische aanslag. Laat je het even intrekken en daarna kun je het gewoon met een vochtige doek kun je het afnemen. En je ziet, het is helemaal schoon. Ja. Nou, ik laat even het resultaat zien van het afwasmiddel. Kijk, helemaal schoon. Nou, dat is wel heel sterk. Het is inderdaad echt totaal glimmend, zonder te schrobben. Zonder te schrobben, dus er is meer tijd over voor leuke en andere dingen. Nou heb ik trouwens nog wel een ander klusje waar ik het graag op uit zou willen testen. Die biologische schoonmaakmiddelen. Kom even mee. Ik loop met je mee. Nou kijk, dat is mooi, want ik hoef het maar te zeggen. En Lise die staat er schoon te maken, hè? Ja. Biologische schoonmaakmiddelen, ik kom ze eerlijk gezegd nooit echt tegen. Waar kan ik het krijgen? Nou, je kunt ze onder andere krijgen bij de Betere Natuurwinkel, bij Tegel, Sanitair en Keukenspeciaalzaken, tuincentra of bouwmarkten. Oké. Heb je het gehoord, Lise? Ik denk het wel, hè?
Oké. Ik denk dat wij maar eens een biologisch steekje gaan eten. Weet jij nog een restaurant in de buurt? Ik weet een heel leuk restaurantje in de buurt. Oké.